open. Alles eruit open kunt maken. Hmm. Zou dat mogen, denk je? Is het lekker, Mianel? Ja! Ja. Hé, hey, vertel eens, wat is de leukste attractie hier? Wij zijn de familie Stoelhorst. Wat leuk dat je kijkt en welkom bij onze nieuwe video. Onder het nieuwe motto, ik vegeteer, dus ik besta, hebben Merel en ik de vakantie ingeluid. Ze is nu heel fanatiek aan het stofzuigen daar aan de andere kant van het huis. Onder het motto, je hoort haar wel, maar je ziet haar niet. Maar kijk even op de klok. Het is 3:00 'smiddags. En je zou denken, Merel heeft haar pyjama nog aan. Nee, zeker niet. Want Merel heeft de hele ochtend in haar pyjama gelopen. En we hebben nu gewoon de onesie even aangedaan. Zodat de gordijnen open konden. Of niet, Merel? Ik was niet in mijn pyjama. Nou, jij hebt toch vannacht in je onderbroek geslapen? Ja. Nou, dan was dat toch jouw pyjama? Nee, je pyjama is dit. maar het heet anders. Maar goed, dus nu zijn we eindelijk wat aan het doen. De stoelhorst is blij met ons. Stofzuigen en afstoffen. Zo blij met mijn manneke. Dat ik zo blij met je ben. Ondertussen, in ons leilinde verhaal, zijn beide wortels eruit. En maakt Hank een tijdelijke borden aan deze kant. Want we willen even uiteindelijk met de buren in overleg wat zij gaan doen. Want Hank, ja. Ik heb een scoop voor je. Een scoop? Ja, de buren gaan de boom er ook uit doen. Oh, okay. En omdat hij over de stoep hangt en omdat de stoep natuurlijk nog smaller gaat worden. Mm-hmm. En ook zij willen van die buksjes af. Dus misschien is het handig als we samen even een plan de campagne maken. Alles eruit. Oprit maken. Alles eruit oprit maken. Hmm. Ik weet niet, zou dat mogen, denk je? Ja, vraag het op. Waar kan dat? Maar onze Estor mag er niet uit, hoor. Die vind ik echt zo mooi. Oh. Hm. Succes nog even. Ja, dat komt. Ik ga even doen waar ik goed in ben. Niks? Oh, was opvouwen, stommet. Ja, ik weet het wel. Vandaag is mijn motto, ik vegeteer, dus ik besta. Maar ik ga wel even de was opvouwen nu, ja? Goed nieuws. Ik dacht nog dat dit het eind van onze vlog was. Ja, ja, dat snap ik. Vertel eens even, wat was er gebeurd? Nou, we konden niet meer de camera goed zo uitschuiven. Dat zorgt dat we goed, dat je ons kan zien. En dan kunnen we instellen van als we het veraf willen of van dichtbij. En wiens schuld was het dat we de lens niet meer konden bijdraaien? Ja, Figaro, jij bent het. Precies. Ja, het is niet wat je tegen kan doen. Jij bent het, Figaro, dat weten we wel. Onze ondeugende kat Figaro had de camera met statief en al uit de kast laten vallen. Maar Marijn, kijk eens. Hallo, wat doe je? Hij heeft Merels haar aan het borstelen. Hé hey Marijn, wat gaan we doen vandaag? Naar de Waabeek en logeren bij opa en oma. Ja, je hebt een druk programma. Ja, dat klopt. Want wat is er bij de Waabeek aan de hand vandaag? Daar is de opening. Wat hoor? Ja, nou, zoals jullie wel kunnen zien zijn we gearriveerd in de Waabeek. En de kinderen gaan in de zweefmolen. Dat is goed. En dan treffen we gewoon bekenden. Nou, hoe leuk is dat? Want is Hengelo te klein. Hoi Merel. Is het lekker Merel? Ja. Hey, vertel eens, wat is de leukste attractie hier?
weet niet hoe die heet, maar dan komt er zo. Dan ga je zo. Dan krijg je dat plasgevoel. Een pizza. Dat plasgevoel. Bedoel je die met het bootje of bedoel je de achtbaan? Ja, leuk is die, hè? Ja, die twee. Daar zijn we nog neer geweest, maar hoe straks nog maar even in dan. We gaan eerst maar even lekker drinken en snoepen, ja? Dus elke zaterdag in oktober is het Halloween. En in de herfstvakantie dus ook op de woensdag. Heerlijk. We staan nu in de rij voor het spookhuis. Gaan we eens even lekker griezelen. Marijn, ben je al een beetje zenuwachtig voor het spookhuis? Of nee. Ik denk behoorlijk dat het mee gaat vallen. Want ik heb het gehoord. Het is niet zo eng. Is niet zo eng. Oh, nou. Ja, en aan het eind is heel veel rood. We gaan wel even gillen op het eind dan, hè Marijn? Ja, op het allereind. Dat is vanaf 12 jaar een oude, maar daar gaan wij dus niet naartoe. Ja, dat is met mij. Al denk ik dat jij dat wel zou durven. Hoi, we stonden ook in de rij. En toen was ik Merel kwijt. Zit ze toch in dat witte ding te draaien? Stoertje. Voor de Halloween bingo. Ik hoop dat ze ook een beetje Halloween prijzen hebben. Jij nog maar aan. Ik hoop dat ook. Ben je er klaar voor? Lekker Halloween muziekjes op de achtergrond. Heeft iedereen al een kaars? Laat die kaars. Ja! Bingo!